Mijn papa lekker gewoon aan het praten over stront in de zee. Ja. Goedemorgen jongens, welkom bij weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Ik ben op dit moment even mijn ontbijt aan het maken. Dit zijn echt lekkere pita broodjes, doe ik altijd lekker in het broodrooster en dan eten ze daarna lekker op met iets op. Het is op dit moment al 9:55, dus best wel laat, maar ik vlog alsnog voor jullie, weet je. Elke dag vlog, zoals je ziet hier, huppakee, 9:55. En ik ben ook lekker Aircraft investigation aan het kijken, vind ik altijd wel lachen. Troy is lekker aan het slapen, ik ga nu even eten en ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar geniet ervan. Jullie kijken waarschijnlijk deze vlog, dat is het wat. Ik denk dat ik nu voor mezelf al een best wel chill schemaatje heb gevonden voor jullie. Ik weet niet of jullie dat ook chill vinden, laat even weten natuurlijk. Elke dag een vlog, 2 of 3 keer per week een Call of Duty video dan om 7 uur. En ook dan, laten we zeggen, als het er 3 zijn, nog 4 challenges en of gewoon praatvideo's zoals ik ook gisteren had gedaan, althans zaterdag, dus dit kijk mij af video. Dat denk ik mijn schema, dat is best wel leuk natuurlijk, dan krijg ik alsnog 2 tot 3 keer per week Call of Duty. Ook nog gewoon vlogs voor de mensen die dus vlogs willen. Snap je? Ik snap me wel, ik hoop dat jullie het ook snappen. Ik heb net lekker gegeten, ik ga gewoon even lekker relaxen, want ik heb niet echt zin om te gamen vandaag. Ja, dat is ook eens een keer wat, Chester die geen zin heeft om te gamen, maar ja, dat heb je wel eens vaker. Ik ben lekker National Geographic aan het kijken. Dan krijg je nu Airport, Keurig die nog wat. Dus vind ik altijd wel lachen om te kijken. Maar ja, ik ga dat nu doen. Geniet nog verder van deze vlog, want ik weet dat je deze vlog kijkt. We hebben mijn pc aangezet. Ik ga eventjes video editen en dadelijk de hond uitlaten. Dus het moet natuurlijk gebeuren, anders hebben jullie geen video. Maar het gaat gebeuren. We zijn nu even Treu lekker aan het uitlaten. Die is daar lekker bezig. En mijn papa lekker gewoon aan het praten over stront in de zee. Ja, dus... ja, daar ga ik even denk ik video opnemen, ik weet niet. Ik neem nu natuurlijk ook een video op, maar ik heb als het goed is wel genoeg video's voor deze week. Maar het is altijd fijn om een voorraadje te hebben. Dus we gaan even onze ronde aflopen. Het is lekker weer, dus dat is heerlijk gewoon. Ik ga me zo even omkleden, want ik ga straks naar buiten toe met Luna en zo. Maar ik neem mijn camera niet mee. Simpelweg daar anders even op moet letten, terwijl ik daar geen zin in heb. Dus die laat ik lekker thuis. We gaan gewoon een beetje chillen, dus niet heel veel te doen of zo. Ik heb niet heel veel te zeggen. Ik ga lekker een chill dagje ervan maken. Het wordt gewoon wel een leuke vlog. Maar ik ga straks nog wat doen. Dus geniet gewoon nog van de vlog. Ik vraag me af, wat doen jullie bijvoorbeeld op zo'n zondagmiddag als je echt helemaal doodverveelt? Ik ben nu eventjes Fijne Vrienden aan het kijken. Het is echt een leuk YouTube kanaal en ik heb geen zin om te gamen. Zoals ik natuurlijk al zei, ga ik straks eventjes naar buiten. Maar wat doen jullie nu op jouw vrije zondagmiddag of avond? Meestal kijk ik s'avonds met mijn pa een serie, namelijk Oak Island. En dan ga ik daarna de vlog editen en dan ga ik alweer direct naar mijn bed toe. En meestal neem ik 's middags wat video's op en daarna ga ik alweer eventueel mijn huiswerk. Nu heb ik vanavond geen huiswerk, maar die film dus, zoals ik al zei. En nu kijk ik dus gewoon al chill YouTube. Maar wat doen jullie nu? Laat het even in de comments weten wat jullie zo een beetje doen. De meeste op zaterdag voetballen denk ik, of hebben een wedstrijd. Dat is logisch als je in mijn sport zit. Maar ja, ik doe dit. Ik vind het chill dus in het weekend gewoon heel relaxed bezig te zijn. Volgende week wordt wel een druk weekend. Dat gaan jullie ook allemaal zien natuurlijk. Dus ja, blijf gewoon op mijn kanaal kijken. Elke dag om 5 uur. Of om 3 uur en om 7 uur. Jee, ik ben weer thuis. Ik moet nu even snel tender maken voor de video van 7 uur. En mijn moeder is nu eten halen, dus dat ga ik daarna doen. Het was een lachen met Luna. En ja, we gaan sowieso wel wat vaker buiten chillen. Is leuker dan tenminste een hele dag achter je scherm zitten, vind ik. Persoonlijk, dus... ik ga nu even snel een thumbnail maken en dan hebben we dat al gedaan. Oké, ik moet het op dit moment eventjes voor school iets doen. En ik ga jullie gewoon even een beetje met jullie praten. Want de vlog duurt niet heel erg lang. Dus ik ga gewoon eventjes, terwijl ik aan het werk ben voor school, met jullie praten over school en wat ik op dit moment moet doen. Want ik heb voor economie, moet ik een presentatie houden over een product wat ik zelf heb gemaakt of wil maken. Wat ik dus heb is een afwasborstel wat heet Click & Clean, waardoor ik een afwasborstel kan je dan vervangen, waardoor je meer plastic bespaart. Het moest dus milieuvriendelijk zijn, nou dat is het dus, en het moet goed verkocht worden. Iedereen gebruikt een afwasborstel, dus vandaar dat ik dacht, hé, laat ik dat doen. Dus ja, dat is best wel goed uitgepakt natuurlijk. Dus we gaan nu eventjes mooie lettertypes zoeken, dat vond. En ja, ik doe dit gewoon eventjes in de vlog. Omdat, ja, dan duurt het vlog natuurlijk iets langer. Even kijken, ik moet natuurlijk wel een mooi lettertype hebben die chic overkomt. En niet eentje die ik in mijn thumbnails gebruik altijd. Even kijken, wat is heel erg mooi. Voor de click en clean. Click en clean, click en clean. Je moet wel even clean, gewoon een clean lettertype op. Kijken of er iets bestaat. Nee, maar deze kunnen we wel downloaden. Die ziet er wel mooi uit. Zo. Dan doen we zo. Nee, ik wil geen binnenval installeren. Ga die installeren. Clean Easy heet die. Dan gaan we naar Photoshop. Jullie zien de beeld niet, jullie zien ook gewoon mij. Maar economie is best wel leuk, vind ik. Tenzij je er zulke dingen voor moet doen. Klik. En nee. Clean. Klik. En clean. Ah, kut, dus kan dus geen uitroepteken bij. Oké, klik en clean. Zo, ik ben op dit moment hier. Kijk, laat dit even zien. Ik ga gewoon, ik hoef alleen een afbeelding te hebben. Dus dan doe ik het gewoon zo. En ja, ik vind dus economie, zoals ik al zei, wel leuk. Alleen, ja, sommige dingen zijn gewoon niet leuk om te doen. Zoals dit dus, maar ja, hey, dat hou je niet tegen. Klik en clean. Even een mooie strook eromheen gooien. Dan zit er wat mooier uit, denk ik. Zo. Ja, ik ga jullie niet de hele tijd laten kijken, of laten luisteren in ieder geval, maar ik wou gewoon dit even een beetje laten zien, zodat de vlog iets langer duurt. Ik heb natuurlijk vandaag nog een zin gehad, ik was natuurlijk naar buiten gegaan, zoals jullie weten, met Luna en alles. En dat was best wel leuk. Afwasborstel PNG. Hopelijk hebben ze het in een PNG vorm. Ja, alsjeblieft. Oh, laat het zo zijn. Nee, dit is een hout. Ik moet geen hout hebben, jongens. Ja, dit is een mooie. Zo. Maar in ieder geval, ik ga even dit ding afmaken. Dan weten jullie dat. En hierna de vlog afsluiten. Want ik moet hem ook nog editen vanavond. Voordat ik natuurlijk morgen naar school ga. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Laat alvast een blauw duimpje omhoog achter op deze vlog. Dan helpt mij natuurlijk enorm. Dus ja, jongens, tot zo. Oké, ik heb mijn economieopdracht af. Zoals jullie zien, dit is hem geworden. We moeten dus een of ander iets doen. Waarbij we dus een presentatie houden over een product wat we gaan promoten op de markt natuurlijk. Wij hebben het... Oh, ik trek mijn headset helemaal mee. Wij hebben het over Click en Clean. Wat dus een afwasborstel is die je heel makkelijk kan recyclen. Maar het product bestaat niet. Dat is juist het mooie daarvan. En wie weet, als het wordt goedgekeurd en het echt kunnen maken, wordt het misschien wel uitgebracht door school. En dat is al bij 2 andere klassen gebeurd, wat die docent dus zei. Dus we gaan kijken, als het bij ons lukt, kunnen we daar misschien wel geld mee gaan verdienen. Maar wacht er maar niet op. Als het gebeurt, wie weet ben je dan opeens multimiljonair, ja, I don't know. Dat mag geloof ik niet eens. Maar ik ga nu even de laatste dingetjes van tekst opschrijven voor mijn klasgenoten. Want dan halen we denk ik wel een lekker cijfertje daarvoor. Oh, ik ga nu de vlog afsluiten. Tom is hier weer een hele gekke geluid aan maken, want ik ben te skypen. Thanks voor watching naar deze vlog. Laat je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's natuurlijk. En ja, ik zie jullie morgen weer bij 2 nieuwe video's. En natuurlijk een game video of iets anders. Om 7 uur precies. Thanks voor watching. Tot morgen jongens. Doei.